schaam je dan voor vandaag? Ja. Zeer teleurstellende middag. Beschamend. Voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt natuurlijk. Als je tegen Feyenoord zo'n nederlaag leidt. En ook de manier waarop. Eigenlijk vanaf het begin voetballen we al niet. Ja, we weten dat Feyenoord een team is dat met veel intensiteit en hoog druk zet. Ja, en uiteindelijk leveren de bal zo snel in en komen zij op aanval na aanval. En dan, ja, wat ik zeg, het valt gewoon uit elkaar. Dan komen er ook nog persoonlijke fouten. 1-0, 2-0 en dan, ja. Ik had meer verwacht vandaag van ons, en dat heb ik ook vooraf gezegd, in de manier van hoe we kunnen voetballen. Maar we zijn gewoon aan alle kanten vandaag afgetroefd. Fysiek, mentaal, intensiteit, persoonlijke fouten. En ja, dan weet je dat je het hier in de Kuip heel moeilijk gaat krijgen. En dat was ook het geval. We begonnen al niet goed. Volgens mij in de eerste paar minuten al 4-5. Corners, een redding van Roelie. En daarna waren het eigenlijk twee persoonlijke fouten, waardoor de 1 en 2-0 eerst Kaplan en toen Hato. En na rust nog een keer Branco. Dat voor mij dan even duidelijk. Maar goed, dat heeft wel te maken ook met dat we niet onder de druk vandaan kwamen. En dat we voetballend de bal niet meer dan 3 keer in de ploeg hielden. En dat is wel heel teleurstellend. Ajax staat natuurlijk een beetje bekend om onder andere alle omstandigheden altijd blijven voetballen met de borst vooruit, bravoure. Dat lijkt zo niet in deze groep te zitten. Hoe zie jij dat? Dat hebben we in ieder geval vandaag niet laten zien, nee. Ja, schaam je dan voor vandaag? Ja. Het is een gezamenlijk falen. En we moeten nu de rug rechten en per dag richting Twente weer goed gaan krijgen, want daar gaat het om nu.